burger verkeert in een kritieke toestand in het ziekenhuis als gevolg van een, zijn diabetes waar hij jarenlang aan mee kampt met die aandoening. En helaas heeft die aandoening een zware tol geëist en is hij met de gevolgen daarvan in het ziekenhuis beland. Hij ligt op de intensive care. Hij is daar in goede handen. We zijn blij met alle zorg en aandacht die hij daar krijgt. En hij ligt, hij heeft het zwaar, hij vecht. En wij vechten van afstand met hem mee en in gedachten en energie. Het is natuurlijk heel lastig als je zo ver weg bent. Dus ik troost me met de gedachte dat hij daar op de IC van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo in goede handen is. Dat hij geen pijn leidt en dat alles om hem heen rustig is. En als je zo ver weg bent en ook mijn familie daar, zijn vrouw Ingrid, mijn stiefmoeder en mijn zus, die zijn erg blij dat alles om hem heen rustig is. En hopen ook dat het zo blijft. Het is zeker in deze coronapandemie die we nu doormaken, erg ingewikkeld en moeilijk om daarheen te komen. Ik heb zelf net corona gehad. Het is nog maar de vraag of ik überhaupt kan afreizen. En dat maakt het allemaal niet makkelijker. Maar het is wel een hele fijne gedachte dat er heel veel goede zorg om hem heen is. En ook heel veel liefde. En we hopen dat de rust bewaard blijft. Dat vinden wij het belangrijkste. Er zijn een heleboel berichten hebben ons bereikt via Facebook, via social media. En ik begrijp heel goed, we begrijpen allemaal heel goed dat iedereen zich zorgen maakt. Waar Borger vooral behoefte aan heeft nu is goede energie die naar hem toe komt. Om wat de uitslag ook zou zijn van dit gevecht. Dat hij het goed doormaakt en dat iedereen rustig blijft. Nou ja, ook u kunt zich voorstellen, ook voor de familie is dat het fijnst.